Goedemorgen zusters en broeders uit Ilpendam, Watergang, Knokkenhuist en Horebeke. Welkom bij deze eredienst voor thuisblijvers. Het is zondag 10 mei 2020 en we horen nu voor het eerst over versoepelingen van dat hele restrictieve beleid dat we in de laatste tijd hebben gehad. We gaan dus een heel klein beetje vooruit. Kappers mogen weer aan het werk. Er mogen weer wat meer winkels open. En we hopen met z'n allen dat dit nu het begin van het begin van het einde is. Want we hebben nog steeds heel veel geduld nodig. Ik hoop dat de Heere u gezond heeft gehouden en gezegend heeft. Ondanks de dreiging die er nu is. Dat er tijd is geweest voor bezinning. Misschien voor het hernieuwen van goede contacten. We hopen met elkaar dat we hier samen doorheen komen. Maar zolang we nog met z'n allen gedwongen thuis zitten en de kerkdiensten niet normaal kunnen functioneren, is dit de eredienst voor de thuisblijvers. Onze hulp is in de naam van de Heere, de God van Israël, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit zal laten varen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel, wij roepen u vandaag aan. Er is nog steeds nood en dreiging om ons heen, maar we willen ons vertrouwen stellen op u en op u alleen. Heere, red ons. Red uw gemeente, red uw kerk. Red mensen in deze wereld die het zo ongelooflijk moeilijk krijgen en hebben vanwege de dreiging van het coronavirus en soms niet vanwege dat virus en soms niet vanwege die ziekte, maar vanwege de bijeffecten van de maatregelen.
Heere, wees met ons. Bewaar ons geloof in deze moeilijke tijd. Houd ons vast in het besef van uw liefde en genade, die zich ook in deze tijd tot ons uitstrekt. Heere, we bidden voor de nood van deze wereld. Wil er zijn, Heere. Maak uzelf bekend aan de volkeren. Maak uzelf bekend met uw daden van genade. Heere, wil toch geven dat er zoveel meer mensen nog hun toevlucht zoeken bij u, in het besef van onze eigen kwetsbaarheid en sterfelijkheid en zwakte. Heere, bij u is kracht, bij u is heil, bij u is genezing en bescherming. Leid ons dan in dit uur, richt ons hart op u en geef ons vertrouwen, vertrouwen in de goede uitkomst die u gaat bewerken. En leer ons geduld te hebben tot die dag komt dat het leven hersteld zal zijn. Wilt u dat alles doen tot eer van uw naam, tot eer van de naam van de Heer Jezus Christus, wiens volgelingen wij willen zijn. Zo bidden wij in zijn, in Jezus' naam. Amen. Een heel bijzonder lied vind ik, vooral in deze tijd, is gezang 114 uit het liedboek voor de kerken, 766 uit het nieuwe liedboek. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, een nieuwe aarde ontstond, om het geheim des levens te beseffen, niet meer in zegengrond. Ik zag een stad verblindend naderkomen, een middelpunt van feest, Jeruzalem, zoals het in Gods dromen van ouds moet zijn geweest. Dit is een lied vol verlangen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een nieuwe schepping, waarin alles wat ons herinnert aan dood, verderf, ziekte, geweld, strijd, verdwenen zal zijn. En waar die nieuwe samenleving ontstaat, dat nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt, omdat wij het niet kunnen bouwen. De nieuwe stad, de nieuwe samenleving. Zoals het in Gods dromen, zegt de dichter, in Gods dromen geweest moet zijn. Daar kijken we juist in deze tijd extra naar uit. Thank you.
Beleiden wil zeggen tegenover de wereld een standpunt innemen. Je scharen bij Christus en zijn evangelie. Beleiden is het juk van het koninkrijk van de hemel op je nemen. Dat juk dat licht is en zacht. Beleiden is luidop verkondigen dat de wereld niet is zoals die is, maar dat de wereld is zoals God hem zal maken. Beleiden is je geloof koesteren en vasthouden, ook tegen de verdrukking in die uit je eigen hart voortkomt. Beleiden is hardop zeggen dat Jezus Heer is en niemand anders. De eerste schriftlezing komt uit het boek Jesaja, Jesaja 35, vanaf vers 4. Wees sterk, wees niet bevreesd, zie uw God. De wraak zal komen, de vergelding van God, hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert. De tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. Het dorre land zal tot een waterpoel worden. Het dorstige land tot waterbronnen. Op de woonplaats van jakhalsen waar een rustplaats was, zal gras zijn met riet en biezen.
Daar zal zijn een effen baan, een weg. De heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet over gaan, want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen. Daar zal geen leeuw zijn. Geen verscheurend dier zal erop komen. Ze zullen daar niet aangetroffen worden. Maar de verlosten zullen die bewandelen. Want wie door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Ze zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Tot zover onze lezing uit Jesaja. De tweede lezing komt uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 7, vanaf vers 18. En de discipelen van Johannes berichten hem over al deze dingen. En nadat Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar Jezus met de vraag: bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? Toen de mannen bij hem gekomen waren, dat is bij Jezus, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons naar u toegezonden met de vraag: bent u degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Op dat moment genas hij velen van ziekten en aandoeningen en boze geesten. En aan veel blinden schonk hij het gezichtsvermogen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Tot zover onze schriftlezingen. Zalig zijn zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren.
zusters en broeders in Ilpendam, in Watergang, in Knokkeheist en in Horenbeke. En de broeders en zusters in Heemstede. Vandaag gaat het over de vraag van Johannes de Doper. Een scherpe vraag aan het adres van Jezus. Bent u degene die zou komen, of moeten wij een ander verwachten? Johannes heeft al heel veel met Jezus meegemaakt. Hij heeft zijn neef zien komen naar de Jordaan om door hem gedoopt te worden. En toen wist hij al dat Jezus de Messias was. Hij heeft gezien dat de Heilige Geest op Jezus neerdaalde. En hij heeft de hemelen zien openscheuren. En een stem uit de hemel heeft geklonken. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik heel mijn welbehagen heb. Johannes weet als geen ander dat zijn neef Jezus de Messias is. En hij kent ook zijn eigen plaats. Hij zegt, ik ben wel gekomen om met water te dopen, maar er komt één na mij, wien ik niet waardig ben zijn schoenriemen los te maken, en hij zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Maar het is nu al een tijdje later en Johannes is duidelijk teleurgesteld. Om te beginnen al omdat hij in de gevangenis zit vanwege zijn profetische kritiek op koning Herodes. Dat was toch niet de bedoeling. Als de Messias gekomen is, zouden de gevangenen toch worden vrijgelaten. Is zijn gevangenschap niet een teken dat het hele project van dit koninkrijk is mislukt? De twijfel komt bij hem op. Bent u degene die zou komen? In alle scherpte, bent u eigenlijk wel degene die komen zou? Heb ik terecht op u mijn vertrouwen gesteld? Of moeten wij een ander verwachten? Is Jezus misschien net als Johannes de Doper een voorloper? Johannes komt tot deze twijfel juist omdat hij zijn Bijbel goed kent. En als hij las in Jesaja 35, dan hoorde hij over de komst van de heerlijkheid van de Here. De wraak zal komen, de vergelding van God. Hij zal komen en u verlossen. Prachtige woorden. Maar nu is Jezus gekomen en de Romeinen zijn nog in het land. En Herodes kan nog zijn macht gebruiken om Johannes de Doper naar het leven te staan. Er is eigenlijk helemaal niets veranderd. En hoe zit het met dat andere? De ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. De kreupele zal springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. Misschien heeft Johannes de Doper daar iets over gehoord, over de genezingen van Jezus. Inderdaad, blinden kregen hun gezichtsvermogen terug. Doven konden weer horen. Verlamden konden weer lopen. En zij die doofstom waren, werden daarvan bevrijd. Maar de profetie ging verder. In de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. Johannes de Doper kent die wildernis als geen ander. Hij heeft geen beken en geen wateren gezien. Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen. Maar Johannes, die geleefd heeft in de woestijn, van wilde honing en van sprinkhanen, die weet dat het nog lang niet zo ver is. Is hij dan wel degene die komen zou? En hoe zit dat met ons? Is Jezus dan degene op wie wij terecht ons vertrouwen stellen? Coronavirus heerst. Er is geweld en oorlog in de wereld. We weten dat ons eigen hart niet zuiver is. Er is nog zonde in de wereld. Is Jezus dan wel degene die komen zou? Vervult hij dan wel de profetieën van het Oude Testament? En hebben wij terecht ons vertrouwen op hem gesteld?
Worden in deze tijd ogen van blinden opengedaan? Gaan de oren van doven open? Worden verlamden genezen? Sommigen claimen van wel, maar hecht daar maar geen vertrouwen aan. Voor het grootste deel is dat namaak en, om een modewoord te gebruiken, fake. Als Johannes de Doper de profeten las, dan zag hij altijd twee dingen tegelijkertijd. Hij zag het teken van het koninkrijk en de genezing van blinden en doven en verlamden. En hij hoorde over de grote veranderingen die zouden plaatsvinden met de komst van de Messias. Door land dat weer vruchtbaar land wordt, bijvoorbeeld. Of dat de onderdrukking van het volk Israël zou ophouden. De profeten zagen in de verte die twee dingen altijd samen. Het is te vergelijken met iemand die op een bergtop staat en verder kijkt naar meerdere andere bergtoppen, maar omdat het mistig is, niet precies weet wat nu dichterbij is en wat verder weg is. En als je het zou beschrijven, dan zou je die verschillende bergtoppen bij elkaar noemen, zonder te weten dat daar een vallei tussen ligt en dat het nogal een grote afstand is om af te leggen. Zo hebben de profeten gesproken. En Johannes de Doper weet niet beter dan dat dat samen zal gaan. Als de Messias komt, komt er wraak voor de vijanden van Israël, genezing voor heel het volk, verlichting van het hart, want zonder vergeving komt, er komt nieuw inzicht in Gods wil en de hele wereld zal weer opbloeien. Gelovigen, discipelen van Jezus in deze tijd, kijken om zich heen en zien van alles en nog wat. Maar ze zien niet dat blinden weer het gezichtsvermogen krijgen, dat doven weer kunnen horen. Laat staan dat ze een wereld zien die vrij is van oorlog en strijd en geweld. Laat staan dat ze een wereld zien die weer tot bloei gebracht is. En daarmee wil ik zeggen dat de vraag van Johannes de Doper, bent u wel degene die zou komen, ook in ons hart zou kunnen leven? Moeten wij misschien toch iemand anders verwachten? Komt er straks iemand, hopen wij op iemand, die wel zal doen wat de Messias in deze wereld hoopt te doen? De mannen die Johannes de Doper uitzendt, komen bij hem en ze leggen breedvoerig uit wat de vraag van Johannes is. Ze zeggen dat niet rechtstreeks, maar heel beleefd en voorzichtig. Ze zeggen, Johannes de Doper heeft ons gezonden om dit te vragen. Ze willen blijkbaar niet de verantwoordelijkheid nemen om het zelf rechtstreeks te zeggen. En hij vraagt u, bent u degene die zou komen, of moeten wij een ander verwachten? Wanneer dat gevraagd wordt, zegt vers 21, is er iets gaande. Hij genas velen, niet allen, maar velen van ziekte en kwalen en boze geesten. En aan vele blinden schonk hij het gezicht. Zeker, Jezus heeft genezingen gedaan, wonderen, vaak van duidelijk bovennatuurlijke aard. Denk aan de genezing van de blindgeborene. Dat kan geen truc zijn. Denk aan de genezing van de man die 40 jaar verlamd geweest is in Bethesda. Als die man weer kan lopen, kan dat geen fake zijn. Maar dan blijft de vraag over, wat gebeurt er met al die andere dingen die Christus beloofd heeft, of die God beloofd heeft door middel van zijn profeten over de Messias. En de Heer Jezus moet weten dat dat de achterliggende dimensie is van de vraag van Johannes. En toch geeft hij dit antwoord. En het is een heel significant antwoord, ook voor ons. En hij antwoordde en zei tot hen, gaat heen en bericht Johannes wat u hebt gezien en gehoord. En wat hebben ze dan gezien en gehoord? Ze hebben gehoord dat Jezus de tekenen van de Messias verricht. Niet alle gebeurtenissen komen nu tot vervulling.
zoals Jesaja die had aangekondigd. Maar deze dingen gebeuren wel. Daarmee heeft Jezus laten zien dat hij waarachtig de Messias is. En dat er dus geen ander is op wie zij hun hoop zouden moeten stellen. Blinden kunnen weer zien, kreupelen lopen, zelfs melaatsen worden gereinigd. Melaatsheid was die ongeneeslijke, zeer pijnlijke ziekte die een doodvonnis inhield, maar ook een hele langzame dood betekende. Het kon jaren duren voor het slachtoffer van deze besmettelijke ziekte zou overlijden. Melaatsen worden gereinigd. En doven horen, ja zelfs doden worden opgewekt. Al die tekenen van de Messias worden verricht. Meer nog dan in Jesaja 35 staat. Maar we hebben ook nog andere passages, zoals Jesaja 61, waar andere elementen worden genoemd. Hij houdt dus aan Johannes de Doper voor dat hij waarachtig de Messias is, omdat hij deze tekenen verricht. Voor ons geldt dat als wij terugkijken naar de tijd van Jezus, we aan het feit dat dit over hem kan worden bericht, kunnen afleiden dat hij waarachtig de Messias was. Wij horen het getuigenis van de discipelen, van de tijdgenoten van Jezus, die dat aan ons hebben doorgegeven. Hoe zit het dan met al dat andere? Het laatste wat Jezus zegt, heeft daar rechtstreeks mee te maken. Ten eerste, aan armen wordt het evangelie verkondigd. Het is alsof hij zegt tegen Johannes de Doper, wacht nou eens af. Die andere zaken, dat tot bloei komen van de woestijn bijvoorbeeld, en dat verslaan van de vijanden van Israël, dat is een moment van wraak. Dat is een moment dat Gods gerechtigheid in deze wereld daadkrachtig ingrijpt en geen pauze of uitstel meer toelaat. Dat is oordeel. Dat is doop met vuur. Zo had Johannes de Doper het ook betuigd. Hij zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand. De wan waarmee hij het kaf van het koren zal scheiden. Het is alsof hij aan Johannes de Doper duidelijk maakt dat die tijd van oordeel is uitgesteld. De wraak van de Heere is uitgesteld. En het enige wat Jezus doet, is de tekenen geven van Gods wens voor herstel, voor genezing, voor bevrijding, voor vernieuwing van de schepping. Dat laat Jezus op dat moment zien. En dat is het waarachtige en volkomen teken van zijn messiaanse status. Dat betekent dat gevangenen nog niet worden bevrijd. Misschien in een geestelijke zin, maar niet letterlijk. De gevangenschap van Johannes de Doper zal dus ook niet worden beëindigd. En deze profeet, de laatste profeet van het oude verbond, zal zelfs sterven. Johannes krijgt dus alleen maar de boodschap dat aan armen het evangelie wordt verkondigd. Het evangelie van dat koninkrijk, zoals ook Johannes zelf dat verkondigd heeft. Dit is de tijd van het aanbod van genade door God. Bekeert u en gelooft in het evangelie. Het evangelie van de nadering van het koninkrijk van God. Zo ongeveer hebben ook wij het evangelie gehoord. Nou ja, dat is het evangelie van de vergeving door de kruisiging van Jezus. Dat is het evangelie van het nieuwe leven dat wij met hem delen, omdat wij deel hebben gekregen aan zijn opstanding. Meer is nog niet zichtbaar. Een verandering bij ons, waardoor we vertrouwen krijgen in deze God. Ondanks het feit dat om ons heen de gevangenissen er nog zijn, en de mensen nog verblind zijn, en er nog geweld en onrecht in de wereld is, en de woestijn nog zeker niet bloeit. Maar toch, aan armen wordt het evangelie verkondigd. Misschien wel aan armen van geest, zoals de bergreder het noemt. Mensen die door hun gehoorzaamheid aan God het juist moeilijk hebben in deze wereld. Omdat ze niet willen liegen en niet willen bedriegen en niet alleen maar hun eigen voordeel zoeken,
kunnen ze het in deze wereld moeilijk hebben. Moeilijk om dan staande te blijven. Dat is volgens Jezus een teken van dat naderende koninkrijk, dat aan armen het evangelie wordt verkondigd. Nee, zegt hij tegen Johannes, dat bloeien van de woestijn en de wraak van de Here zal nog even moeten wachten. En dan is er het tweede wat hij zegt in vers 23. En gelukkig is hij die over mij niet ten val komt. Zo spreekt Jezus iemand zalig of gelukkig als je hem niet beoordeelt op grond van je eigen wensen en verlangens. Zeker, wij verlangen naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Maar we mogen niet zeggen, omdat die er nog niet is, is de missie van Jezus niet geslaagd. Is hij niet geloofwaardig in zijn verkondiging? Hij heeft deze tekenen verricht. Hij heeft daarmee de intentie van God laten zien en hij heeft beloofd dat hij zal terugkeren, zodat al deze dingen werkelijkheid zullen worden. Zalig is hij die over hem niet ten val komt, die niet struikelt, zijn geloof kwijtraakt, omdat de omstandigheden nog niet getuigen van de komst van dat koninkrijk. Coronacrisis, oorlogen in de wereld, de dreiging van de radicale islam, onrecht in de wereld, zelfs in Nederland, een slechte omgang met weduwen, wezen en vreemdelingen, mensen die aan hun lot worden overgelaten in een steeds harder wordend klimaat. Is hij degene die wij zouden moeten verwachten? Is hij degene die komen zou? Of moeten wij een ander verwachten? Uiteindelijk kunnen we alleen maar het antwoord geven dat de discipelen gaven aan Jezus. Als alle anderen zijn weggelopen, omdat ze een woord van Jezus hebben gehoord dat zo ongelooflijk hard is in hun oren. Wanneer Jezus zegt, je moet mijn vlees eten en mijn bloed drinken, want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Je honger en je dorst in dit leven, je verlangen naar een betere wereld, je verlangen naar een beter zelf. Dat kan maar op één manier uiteindelijk worden bevredigd, en dat is door deel te krijgen aan Jezus, de Zoon van God. Door, metaforisch gezien, hem te eten, in jezelf op te nemen, zodat hij, Christus in ons, is de hoop van de heerlijkheid, zoals Paulus het zou noemen. Nee, zalig is hij die niet struikelt over Jezus, omdat de verlangens naar een betere wereld hoger staan dan het verlangen om deze Jezus te leren kennen, met hem de weg te gaan, zijn genade te accepteren, zijn liefde te voelen en te ervaren. En in het kruis van Jezus, in die marteldood, in die executie door de overheden, in die samenzwering van de Joodse overheden, om daarin het teken te zien dat God de zonde op zich nam en daarmee definitief een einde maakte aan alles wat ons van onze humaniteit berooft, dat hij daarmee de weg heeft vrijgemaakt voor dat koninkrijk van de Zoon dat komen zal. Johannes de Doper zal het meemaken, dat gevangenen worden vrijgelaten, dat de Here zijn volk zal reinigen, dat de Here door middel van Israël de hele wereld zal bereiken met zijn Torah, en dat deze wereld een wereld van vrede en gerechtigheid wordt. Een wereld zonder ziekte, zonder verscheurende leeuwen, zonder dieren die zomaar ons bestaan bedreigen. Harmonie in de natuur, harmonie in de schepping. O ja, er zullen zeker virussen zijn in die tijd, want het grootste deel daarvan is of neutraal of juist behulpzaam. Maar dit coronavirus zal verdwijnen. Het zal al verdwijnen in onze geschiedenis, maar in die toekomstige nieuwe wereld, die nieuwe schepping, nieuwe hemel en nieuwe aarde, zal er geen dreiging meer zijn zoals wij die nu meemaken. Bent u degene die zou komen, of moeten wij een ander verwachten? Petrus geeft het antwoord als iedereen is weggelopen. Ja, Heer, tot wie zouden wij ons moeten wenden? Want u, en u alleen, hebt woorden van eeuwig leven. En die woorden zal de Heer Jezus op zijn tijd
ook waarmaken. Hem zij de eer en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Getrouwe God en Vader, we vragen om uw bescherming in deze tijd. We vragen om kracht voor al die mensen die zich inzetten voor coronapatiënten. Al die werkers in de gezondheidszorg. Bescherm hen. Heren, we vragen u om wijsheid bij degenen die ons besturen, zodat deze crisis op een goede manier wordt opgelost. We vragen om uw zorg en aandacht voor mensen die hun baan verloren hebben en niet weten hoe ze de volgende maand hun huur kunnen betalen. We vragen om uw zorg en liefde voor al diegenen die hun ouders of grootouders niet meer mogen bezoeken. Voor wijsheid ook bij al diegenen die in verzorgingstehuizen werken. We vragen om uw troost voor mensen die daar verblijven en die hun familieleden niet meer kunnen zien. We vragen u voor uw zorg voor onze samenleving, dat de economie zich mag herstellen en dat de zwakkeren beschermd zullen worden, zoals dat ook uw wil is, Heren. En we vragen voor onszelf dat u ons vasthoudt in ons geloof. Heren, u hebt ons de zondevergeving geschonken in uw Zoon. U hebt ons een belofte gegeven van eeuwig leven, dat we altijd bij u zullen zijn. Maar u hebt ons niet beloofd dat we in dit leven voor alle gevaren worden gevrijwaard en dat niets ons raken zal. Als we dan toch geraakt zijn, Heer, als we ziek zijn door corona of uit andere oorzaken, wees dan met ons, want we hebben uw troost ten diepste nodig. Geef ons, Heer, dat er uitzicht is op bevrijding en verlossing in ons leven en red ons uit onze benauwdheid. Heren, we danken u dat u al zoveel doet, dat u zoveel al beschermd hebt en dat u ons tot dit moment hebt bewaard, dat we in leven zijn en dat we hoop mogen hebben op uw heil. Heren, wees dan met ons en zegen ons, wil ons geloof versterken en ons bemoedigen door uw woord, elke dag weer. Zo vragen wij om Jezus wil. Heren, en in een ogenblik van stilte willen wij aan u voorleggen wat onze diepste zorgen zijn. We willen die voorleggen bij uw troon van genade en daar in uw zorgzame handen achterlaten. Bidden wij dan met de woorden die de Heer Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Waar u ook bent, wees dan verzekerd van Gods genade en van zijn liefde. En op de plaats waar hij u gesteld heeft, wees daar tot een zegen voor anderen. Maar wees dan verzekerd van zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.